dat niet moet ontdekken, want die zitten elke dag alleen maar op Temu. Ja, dat klinkt zo fucking raar. Nee, moest ik weer huilen. Ja. Soms is het ook fijn om met iemand te praten die wat verder van de situatie afstaat. Ja. Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken weer een nieuwe aflevering van Zowat. Mijn naam is Naomi en ik ben vandaag met... Kimora. En Noah. Nou meiden, ik vind het leuk om jullie weer te zien. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Gucci. Ja, Sarah weer. Ja, mooi. Ja, met jou ook. Ja, meid, fantastisch. Ik voel me helemaal geweldig. Ik vind het leuk om hier weer te zijn. Ja, ja ik ook. Nou, goed dat wij ons fantastisch voelen. Daar ben ik blij mee. Ja, over goed voelen gesproken. Deze aflevering is in samenwerking met Rijksoverheid voor de campagne Hey, het is oké. Okay. Ja. Ja, yeah. Maar zoals ik hoor gaat het best wel goed op dit moment met ons, toch? Gelukkig maar. Ja, zo niet. Nou, zo niet. Dan hoort dat zo wel. Ja, dat is ook goed. Dat mag. Ja. Het is oké. Okay. Heel goed. Okay. Wat een mooi inkoppertje. Nou, om het lekker af te trappen gaan we beginnen met onze Zowat vakmomentjes. Ja. En om even een kleine teaser te geven. Het gaat over dieren. Ja. We zijn allemaal dierenvrienden, oké? Okay? Ja, toch. Ja, oké. Okay. Noah, heb jij een Zowat vakmoment? Ja, ik heb een hele leuke over flamingo's. Oké, okay, trap hem okay. af. Nou, flamingo's zijn van kleur roze. Maar als zij zich dus gestrest voelen, ik wist niet, ik vond het echt heel lijp, dan worden ze wit. Dan verliezen ze hun kleur. Oh, maar echt? Dat heb ik wel eens gezien. Ja? Zeg maar dat als je bij Artis langsloopt, kan je al die flamingo's vaak zien, toch? Oh, dan zag ik een paar witte en dan dacht ik van... Oh, dat vind ik heel zielig. Nou, maar dan weet je dus nu dat zij zich dan gestrest voelen. Ah, silly. Ja, dat is toch zielig? Ja. Maar ja, op zich... Misschien een beetje een gekke vergelijking, maar als mens voel je je soort van ook minder kleurrijk. Maar ik word niet wit. Toch? Ja, perfect. Oké, okay, maar je snapt wat ik bedoel. Je snapt toch gewoon, tenminste in mijn brein werkt dat zo, dat ik dan heel kleurrijk ben. Maar als ik dan gestrest ben, dan voel je je toch iets... Oké, okay, laat maar. Super dark. Ja, toch? Oké, oké. Oké, ja. Nou, Ki, ga jij maar. Oké, okay, Nee, wacht, ik wil hem wel gewoon even weten. Wat doe jij dan als jij gestrest bent? Hoe uit dat zich? Ja, heel eerlijk. Ik ga gewoon heel erg veel shoppen. Same. Dat is wel echt één ding wat ik dan... Ik weet niet, ik ben echt zo'n stress shopper. Ik wou dat ik dat Maar kon. Ik ben ook gewoon een normale shopper. Ja. Ik ben gewoon een shopper, denk ik. Oh. Ja, of ik ga gewoon dan... Als ik dan even een goed antwoord geef... Dat ik dan even alles rustig op een rijtje ga zetten. Mm-hmm. Even voor mezelf wat tijd neem. En even met mijn vriendinnen of met Dion of zo gaan praten erover. Dat helpt mij ook wel. Ja. Maar anders is shoppen ook altijd een heel goed idee. Ja, ik ben echt heel van shoppen nu op Temu. Ik heb dat ontdekt. Echt? Ja, dat is fucking leuk. Dat is... Ik had het niet moeten ontdekken, want die zitten elke dag alleen maar op Temu. En Temu. Van die kleine dingen die totaal nergens echt slaan. Ja, is leuk voor op mijn kamer. Ja, ja maar ja. Wat doe jij als je gestrest bent? Huilen. Oh, ja? Nee, ik heb wel... als ik gestrest ben, dan kan ik wel echt niet nadenken, zeg maar. Als ik dan zit er, zeg maar, te veel in mijn hoofd. Dan echt maar van... Ik weet niet waar ik moet beginnen. Dus dan weet ik veel. Dan doe ik maar gewoon iets om een start te maken. Of om inderdaad uit te plannen van... Oké, zo kan ik het allemaal fixen. Maar ik kan niet niks doen als ik gestrest ben. Of gaan liggen in mijn bed. Want dan voel ik me alleen maar nutteloos. Dat kan ik echt niet. Dus dat ik inderdaad alles wel op een rijtje wil hebben. En niet in bed kan gaan liggen. Want... Maar hoe doe je dat dan? Alles op een rijtje krijgen? Ja, ik denk dat je vaak wel mij merkt als ik gestrest ben. Zeg maar, soms laat ik ook wel echt merken van... ik heb wel echt gewoon even hulp nodig. Want ik kom er even niet uit. Vooral met mijn moeder. Mijn moeder is echt, zeg maar... Als ik stress heb, dan gooi ik al mijn stress op haar. Nee, grapje. Nu heb jij ook stress. Your problem now. Nee, maar... Oké. Okay. Maar hoe doe je dat dan? Ga je het gewoon makkelijk het schelden, gesprek slaan? Nee. Nee, ik ben wel gewoon... Hoe open je dat gesprek naar je moeder? Ja, nee, ik ben er wel gewoon heel vrij in. Want mijn moeder merkt ook wel heel erg snel aan mij als er iets is. Maar dan... Kom ik gewoon even naar beneden, want ik zit wel gewoon vaak beneden. Maar dan kom ik echt zo'n kamer uit. Dan ga ik naar zitten, zeg ik... Ik weet het even niet, je moet me even helpen. En dan zeg ik, oké, schat, wat is er aan de hand? En dan leg ik het gewoon uit. Dus dat is wel chill, zeg maar. Ik kan gewoon heel luchtig het gesprek openen. Ja, dat is wel. Dus dat is ook wel belangrijk, zeg maar, vind ik. Dat er überhaupt één iemand is waarmee je dat gewoon even luchtig kan bespreken. Ja. Vind ik. Chill. Talk about it, guys. Open your mind. Heel en open goed. Your mouth. Of met vrienden, dat kan vaak ook wel. Ja, ligt eraan sowieso. Wat voor matjes je hebt. Dat zo. Ja, dan heb ik ook nog wel een goede tip. Mm. Ik was dus laatst weekendje weg met de meiden. En ik had van die kaarsjes meegenomen. Het heet Dieper. Mm. Ja, Dieper inderdaad. Maar je hebt ook dat openhartig en zo'n kletspot en zo.
En wij gingen dan gewoon de hele autoreis, gingen we gewoon die kaartjes met elkaar dat bespreken. Is zo dat is leuk. Maar dan kom je gewoon echt even op een dieper level. Ja, ja, maar het voelt ook vaak gewoon zeg maar niet geforceerd, nee, omdat het gewoon op het kaartje staat. Dus je moet gewoon meedoen. Ja, het volume, oprecht, het volume gaat opeens zachter, even geparkeerd. Iedereen gaat gewoon echt... Ja, en het is ook een gespreksopener vaak, vind ik wel. Nice. Dat is wel echt een het breekt goeie. Het ijs. Ja, dat vind ik goed. Vind ik ook altijd zo leuk om te doen. Wat ik dus altijd doe, ik doe journalen. Vind ik zo leuk. Ja, dat doe ik ook. Dat en dan doe ik allemaal ook. Vragen beantwoorden van... Oké, wat heb je vandaag gedaan? Waar ben je dankbaar voor? Ja, en dan ga ik gewoon denken aan de positieve dingen die ik gewoon op dat moment voel. Ja. En dan voel ik al gelijk... Oh, nou, ik voel me echt minder gestrest nu. Als je gewoon even focust op iets anders. Ja. Dat vind ik altijd wel fijn, maar schrijf je het wel of typ je? Nee, ik schrijf het in mijn boekje. Heet self-care journal. Oh, cute. Het is ook very aesthetic, dus dan is het nog leuker om het om erin te schrijven. Ja. Maar wat ik wel dus altijd vaak doe, ik heb best wel een hele hechte vriendengroep eigenlijk. Mm-hmm. En nou, wandelen is zo goed voor je eigenlijk, maar ik woon dan ook echt dichtbij het bos eigenlijk. Nou, dichtbij. Voor de mensen die niet echt Naomi woont in Arnhem. Ik woon in Arnhem. Legendary quote, zeg maar. Maar dan ga ik gewoon altijd naar Sonsweek heet het dan. Gewoon lekker wandelen met mijn vrienden. En dan ga je ook gewoon automatisch een beetje kletsen, weet je wel. En dan zeg je gewoon wat je op hart ligt. Ik vind dat ook wel fijn. Nee, niet met mijn hond, want ik heb geen auto. Gaat hij niet mee? Nee, op de scooter, hoe moet dat? Oh. Ja, ik heb echt een hondenmand nodig. Nu dat kan, dat kan ik dat ook. Ja, ik wil een hondenmand voor op mijn scooter. Ja, okay, doen. Maar die hond van mij is echt niet wauws. Hij is echt niet goed. Want die gaat uit dat ding springen. Ik moet hem echt je even moet wat leren. Rietje. Ja, daar heb je gelijk in. Oké, okay, nou, ik weet een leuke cadeau voor Naomi's verjaardag. Ja, cute. Maar inderdaad, praten met vrienden. Neem lekker de hond mee. Ja, als je laat wil. Die ook lekker lopen. Geniet even van de natuur. Ik denk dat dat wel echt een goede tip is. Als je gewoon niet lekker in je vel zit. Ja. Ja, true. Ik denk dat doen we wel allemaal, toch? Ja, voor mijn gevoel wel, hoor. Ja. Is ook meer van deze generatie. Ja. Heel veel praten. Ja. Maar is goed. Om even door te gaan over de dierenfeitjes, jongens. Heb jij er ook één? Ik heb er ook één. Ik heb er eentje over olifantjes. Echt waar? Ja. Oké, ja, olifanten, als zij zich eenzaam voelen dan en verdrietig zijn, dan kunnen ze echte tranen laten. Best wel herkenbaar. Ik heb ooit een olifant zien huilen. Wel op tv, maar ik heb het wel gezien. Is toch zo... Wat nou? Jij was erbij dat die olifant... Nee. Ik heb nooit een wilde gezien. Oh. Dat is toch silly? Dat vind ik heel zielig. Maar het is wel herkenbaar. Maar gaan ze zeg maar echt net als wij huilen, of is het gewoon... Nou, ik denk wel echt gewoon krokodillentranen. Haha, krokodillenolifanten. Oh, maar dat vind ik wel sad. Ja, maar het verschil is wel, wij als mensen kunnen we het er wel over hebben, zeg maar, over ons gevoel. Kunnen olifanten dat niet? Nee, ik denk niet dat ze echt kunnen zeggen, hé, ik voel me eenzaam. Oké. Dus als ze zich eenzaam voelen. Ja. Oh, vind ik wel silly. Dan wil je toch echt die knuffelen, hè? Oh, ja. Ik heb laatst een olifant gezien. Die werd in de griffel. Noem je dat een griffel? Dat die viel. Ja, viel. Maar in wat viel die? Zeg maar, bij die olifant hebben ze zeg maar zo'n gedeelte waar een soort van een klein beetje water loopt. En dat ja, toen werd hij weggepest. Toen werd hij weggepest en daarin geduwd. Vind ik heel zielig. Ja, hij viel echt een stukje. Maar werd hij gepest omdat hij... Ja, hij werd toch gepest omdat hij kan schilderen? Ja, en toen kreeg je een eigen kooi. Ja, dat klinkt zo wat fucking raar. Allemaal? Nee, ja, luister nou. Hij kreeg letterlijk zijn eigen gedeelte. Okay. En hij ging letterlijk... Oh, zodat zo hij kon schilderen. Zinnig. Nee, weet je wat hij schilderde? Nee. Maar hoe zijn ze erachter gekomen dat hij überhaupt kon schilderen? Weet ik je geeft veel. Een kwast aan een olifant. Ja, maar waarom zou je dat überhaupt doen? Ja, weet ik het. En dat kan toch net zo goed aan elke olifant zijn? Maar luister, ze hadden... Dus hem in zijn eigen kooi gedaan. En toen ging hij schilderen. En toen tekende hij zichzelf met een andere olifant. Omdat hij niet eens aan wilde zijn. Oh, dat vind ik echt heel zielig. Oh, dit wist ik niet. Ja. Oh, maar dat is dus echt een eenzame olifant. Ik vind dat heel sneu. Ja, maar ik vind dat heel sneu. Weet je wat ik ook heb? Als ik bijvoorbeeld oudere mensen zie en ze zijn alleen... Dan kan ik ook wel echt huilen gewoon. Ja? Ik vind dat zo sneu. Ja, ik vind dat ik zo sad. Stel... Je zat voor je oma, die eet gewoon elke avond alleen. Ja, ik vind van die filmpjes dat een opa alleen in een café zit, vind ik heel sneu. Ja. Ik vind dat heel sneu. Ik zag laatst ook een filmpje, toen was een opa jarig en hij deed zijn taartje aansteken in een cafeetje. Hij zat eens eentje, toen blies hij het zo uit. En toen hadden meisjes een grote taart voor hem gekocht en toen gingen ze met z'n allen voor hem zingen. Ja, ik vind dat heel lief. Ja, ik ook. Nee, ik vind sowieso, we moeten echt hem, zeg maar...
een beetje aware zijn van onze omgeving en altijd blijven checken op je matties van hey, how are you feeling? Ja. Nu je zegt, ik denk dat ik dat misschien vaker moet doen. Zeker als ik heel eerlijk mag zijn. Please do it. Want ik ben soms zo erg bezig met andere dingen dat ik soms even vergeet. Oh, nou even vragen hoe het ging. Ja, gaat, zeg maar. Het is echt, mensen onderschatten dat echt. Maar het kan echt, zeg maar, fijn zijn om, al is het even, hey, I just want to check ook up on you. Naar mensen die je niet kent op straat is het ook gewoon prima om even hey te zeggen. Zeg maar, vroeger deed iedereen dat en nu gebeurt dat bijna niet. Ja, ik zeg altijd als ik de hond uit gaat laten. Hallo. Goedemorgen. Ja, dat is toch goedemorgen. Leuk. En dan heb ik gewoon even een gesprekje met mijn buurman. Nee, ja. Heel goed. Inderdaad. Ja. Ik vind sowieso dat mensen wat socialer moeten zijn. Ik vind dat de jeugd van tegenwoordig zo schuw is. Ja. Eigenlijk. Klopt, ja. Klopt. Vind ik best wel jammer. Zeg maar, we gaan allemaal wel naar social events. Mm-hmm. Daar heb ik ook wel dat ik denk, ik voel me best wel een beetje in mijn eentje. Ja, ik vind dat heel spannend. En niemand praat tegen me. Ik vind dat heel spannend. Ja, en ik was dus laatst van mijn werk bij mij hadden we een event met heel veel meiden. En iedereen was super sociaal en lekker met elkaar aan het praten. Dat is toch veel leuker. Dat vond ik zo leuk. Ja, en iedereen was van, hey, ik ben die en die. En ging zich helemaal voorstellen. Terwijl, ik kom uit Amsterdam. Zeg maar, je hebt echt wel dat als je ergens in een rustige straat loopt of van een omaatje langs, dan heb je echt wel hoi of goedemorgen. Maar echt niet dat dat iets is wat mensen doen in Amsterdam, hoor. Ik denk dus, zeg maar, ik kom dus uit een dorp dichtbij Amsterdam. Uit Hoofddorp. En zeg maar, daar is het gewoon, in mijn wijk zegt iedereen echt wel elkaar gedag en maak je gewoon een praatje met elkaar. Dat vind ik echt leuk. Ja, ik vind dat ook gewoon heel normaal. Ja, vind ik ook. Ja, ik vind sowieso, als ik heel eerlijk mag zijn, van die tokkiebuurten, ik vind dat geweldig. Tokkiebuurten? Ja, weet je waarom? Ja, het is altijd veilig daar. Al die mensen kletsen altijd met elkaar. Ja, dat is wel waar. Dus je kan eigenlijk bijna altijd vanuit gaan dat als jij een kind neemt, dat het gewoon kan en die daar gewoon rondloopt. Want ze hebben toch zo'n buurtwacht. Ze hebben toch zo'n buurtwacht. Ja, nee, ze hebben toch zo'n buurtwacht. Ja. Ik vind zo'n tokkiebuurt altijd heel gezellig. Want is het altijd echt tokkiebuurt? Nee, Naomi noemt het buurtwacht. Dat zeg ik. Ik noem dat zo. Ja. Okay. Heb je van die buurt in Amsterdam dan? Ja, zeker. Oké, ik vind dat in ieder geval de meest gezellige buurten. Want iedereen is gewoon lekker sociaal met elkaar. Mee. En even een goed daglicht zetten, die buurten. Die tokkiebuurten. Ja, ik vind dat wel. Het zijn echt topbuurten. Ja. Ik ga daar liever wonen dan dat ik in zo'n wijk woon waar gewoon alleen maar zagrijnige mensen wonen. Ja. Mee eens. Zeker. Maar als je er geen zin in hebt, dan moet je gewoon niet in Amsterdam gewoon, hè? Oké, weet je wat ik dus ook best wel vaak heb? Soms merk ik dus niet dat ik me eenzaam voel. Maar eigenlijk, altijd als ik alleen thuis ben, ik kan niet alleen thuis zijn zonder iets van een filmpje op te hebben. Ja. I don't know, maar het is zo... Je bent een iPad-kid. Ja, ik ook. Ja. Nee, maar ik zet dan gewoon op de tv iets aan, ook al ben ik boven. Of ik moet iets horen. Ik kan niet alleen... Van een background. Snap is het oké if I put some white noise? Ja, maar eerlijk, dat is toch best wel gek. Ja, ik snap dat wel. Gewoon een beetje prikkels. Ik heb dus niet echt door dat ik me eenzaam voel. Ik weet ook niet of het echt eenzaamheid is, maar het is gewoon... Ik vind dat echt... Ik kan niet alleen zijn. Het is te stil, het is te rustig. Ja. Nee, ik heb sowieso ook inderdaad dan... Na zo'n eenzaam momentje, bijvoorbeeld zeg maar wat... Na bijvoorbeeld een social event... Dat ik dat ook echt bij iemand kwijt moet. Van, oh my god, ik voelde me net zo alleen. Ja, en ik wist zo niet wat ik moest doen. En dan is het wel van, oh ja... Dan kan je het even met iemand erover hebben. En dan denk ik van, dat is beter. Dank je. Ja. Dus dat heb ik wel. Maar ik probeer vaak wel gewoon te praten... Vaak merk je ook wel wanneer iemand er zin in heeft van, oh, dat je een beetje kijkt van, hi, ik dacht ik stel me even voor. Dat doe ik dan maar wel. Ja, oké. Connecten, jongens, ik heb natuurlijk ook een zowat fokmomentje. Je raadt het nooit. Drie keer raden, waar gaat het over? Dieren. Mijne gaat over prairiehonden. Jullie. Je moet wel even uitleggen wat is een prairiehond? Wat is een prairiehond? Ja, jongens, het is net ook op... Ik vind het op een stokstaartje lijken / capybara. Wat is En ik dacht dat het gewoon een hond was die op de prairie leefde. Dat is het toch ook? Waar leeft hij dan? Het is toch geen hond? Waar leeft hij dan? Op de prairie? Dat ding loopt niet eens op vier poten. Oké, maar het is geen hond. Het lijkt op een stokstaart. Het lijkt capybara / stokstaart. In ieder geval, deze prairiehonden, als hun zich angstig voelen, dan beginnen ze dus te roddelen met hun groep. Period. Ja, en op die manier willen ze elkaar dus waarschuwen en delen ze hun angsten. Zeg maar. Dat lijkt ook op mensen. Ja, ik vind dat wij vrouwen dus allemaal afstammen van de prairiehonden. Nee, maar to be honest, als je het even gewoon luchtig bekijkt. Ja. Het is toch wel zo. Zeg maar, als een van jouw vriendinnen
een nare ervaring heeft met iemand, dan ga je toch ook met elkaar zeggen van, oké, let op, want dit is al een keer gebeurd. Of ja, niet, dat is waar. Jawel. Nee, daar heb je gelijk in. Ja, toch? Ja. Ja. Dus eigenlijk stammen wij gewoon af van al die dieren. Prairiehonden slash capybara. Slash olifanten. Ja. Oh ja, 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 ja. We lijken toch best wel veel op ze. Ja. Maar in ieder geval, als prairiehonden zich dus angst voelen, gaan ze lekker rollen. Nou, wij vrouwen doen dat dus ook. Ja. Rollen is eigenlijk, als we betaald voor zouden krijgen, dan zou dat top zijn. Dus ja. Ja, maar hebben jullie wel eens ervaringen betreft angst of momenten gehad waar je denkt, nou... Ik denk misschien wel dat ik best wel bang ben om te falen of zo. Mm-hmm. Zeg maar, soms als ik iets nieuws probeer, denk ik echt van, oké, ik moet, het moet nu goed gaan en in één keer. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja. Zeg maar, als je een soort volgende stap wil doen, dat je dan denkt, oké, nu is alles perfect, het gaat gelijk goed. Dat is eigenlijk nooit. Mm-hmm. Maar heb je dan een soort gevoel dat je alles zelf moet doen? Of? Ja en nee. Ik denk dat altijd, maar als ik dan even bijvoorbeeld een weekje over na ga denken en dus met mijn vriendinnen, met mijn ouders, met Dion over ga praten, dat ik dan wel denk van, oké, ik sta er helemaal niet alleen voor en het even een beetje luchtig erover hebben, of juist misschien wel zwaarder over hebben, dat even laten bezinken. Ja, dat geeft je wel echt inzichten en daardoor is het soms wel even beter om er dan over na te denken en over te hebben, dan dat je alleen, want ik ben heel erg dat ik alles opkrop in mezelf. Mm. En dat is dan niet zo handig. Nee, vind ik zelf. Inderdaad. Maar wanneer merk je dat dat getriggerd wordt? Betreft met werk of juist niet? Ja, vooral werk. Vrienden? Nee, vooral werk. Ik denk met vrienden, ik heb nu best wel een groep gewoon heel hecht. En als er iets is, zeggen wij dat echt gelijk tegen elkaar. Wat fijn. Maar met werk is ja toch ook nog best nieuwe dingen. En dan, ja, dan merk ik wel dat het lastig is om daarover ook te hebben. Omdat niet iedereen in hetzelfde werkveld zit als ik. Ja. Dat heb ik ook. Ja, kan ik wel begrijpen inderdaad. En jij, Ki? Ja, ik ben... Ja! Oh, begin nou echt... Nee, oh, ik dacht echt, jij laat een boer of je gaat huilen. Nee, het leek alsof ze ging huilen. Oh. Nee, sorry, jongens. Oh. Nee, ik ben oké. Okay? Ja, ik ben oké. Okay. Okay. Nee, ik... Oh! Oké. Okay. Ja, nee, ik heb denk ik best wel vaak... inderdaad wel last van prestatiedruk. Ja. En dan vind ik het moeilijk om dat te uiten bij mensen. Omdat ik heb natuurlijk inderdaad wat je zegt, niet veel mensen om me heen die in hetzelfde werkveld zitten als ik. Dus die zien automatisch niet echt de druk ervan. Of denken van, oh, het is toch zo makkelijk. Of weet ik veel. En dan is het best wel moeilijk dat als het dan een keer niet lukt, of je doet echt je best voor iets, dat het dan moeilijk is om, zeg maar, om het te vergelijken, niet per se vergelijken, maar om het te levelen met iemand daarover, weet je wel. Dat ik ben van, oh, dat is echt een frustratie of het lukt me niet. En dan krop ik het best wel inderdaad vaak in en heb ik het er niet echt heel erg over. Ja. En dan leg ik de druk nog hoger op mezelf. Het wordt alleen maar erger. Dat wordt dan inderdaad alleen maar erger. Maar ik heb wel de laatste tijd dat ik gewoon alleen maar positieve energie aan mezelf probeer te geven. En dat pakt op zich wel goed uit. En ik merk dat dat ook wel effect heeft. Dat als je het inderdaad gewoon vanuit een positieve kant probeert te bekijken, of als een les probeert te zien en het meeneemt naar iets anders, dat dat ook gewoon helpt. Ja. En natuurlijk inderdaad ook gewoon nog steeds blijven bespreken met mensen. Want ik heb heel vaak van, oh ja, het boeit hun niet. Of ze hebben het geen zin om het over te hebben. Of ze denken dat het allemaal zo makkelijk is. Maar er zijn vaak genoeg gewoon mensen die zeggen van, hey, ik wil wel horen wat je te zeggen. Ja, gewoon aan te horen. Dat is ook gewoon heel fijn. True. Heel goed. Ja, heel goed. Mooi, guys. Nou, ik... ja, ik dacht, ik zit zo erg diep in jullie verhalen. Ja. Heb ik iets waar ik angstgevoelens krijg? Ja, best wel vaak eigenlijk. Ja. Ik ben een bom vol anxiety, zeg ik wel. Nee, grap. Ja? Nee, ik heb wel de laatste tijd al inderdaad... Ik denk alles met betreft werk. Ik ben gewoon... Ik heb een beetje ook dat faalangst wat Noah net zei. Gewoon van, oké, stel maar het lukt niet. Of, dan denk ik, dit lukt niet en dat lukt niet. En ja, eigenlijk moet je gewoon soms een beetje uit je comfortzone gaan om jezelf ook elke keer te kunnen overtreffen, zeg maar. En dat is natuurlijk heel erg eng. Dat is het zeker. Klopt. Maar ik denk wel dat je op die manier groeit in het leven. Maar als ik zo'n gevoel heb van angst, ja, ik schrijf heel veel dingen op eigenlijk. Dat is echt mijn ding. Dat is heel goed. Ja. En ik vind praten, dat doe ik echt maar met een klein groepje eigenlijk. Ik heb best wel een grote vriendengroep, maar met een paar dan heb ik wel echt hele diepgaande gesprekken. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk wel, ja, dat is een beetje how I roll. Heel even, als je het nu zou zeggen, hè, welk cijfer zou je je leven nu geven? Ja, als ik zeg maar streng ben voor mezelf, toch wel een 6,5. Echt? Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik. Mager. Ik vind dat
Ik vind dat heel laag eigenlijk. Hear me out, hear me out. Ik weet van mezelf dat er dingen zijn die ik wil verbeteren of nog wil opbouwen. Ik zeg maar, net zoals op de middelbare school. Ik ben goed met een 6,5, maar ik weet ik kan beter. Of ik weet ik kan meer. En ik kom nu pas op een punt waarvan ik denk van oké, ik heb nu die voldoende, maar laat ik nog beter gaan leren of nog beter gaan involven om naar die 9 te komen. Okay. Snap je? Mm-hmm. En ik ben echt wel tevreden, zeg maar, met een 6,5, I'm good. Zeg maar, I'm steady, maar... Oké. Snap je gewoon, like, on a real level? Ik heb inderdaad ook echt mijn momenten, zeg maar, het lukt wel, maar ik weet ook hoe het ervoor afgaat. En dat ik ben van, oh, het is zo gestresst en het lukt niet en ik moet nu dit en ik moet nu dat. En ik wil het op een manier hebben dat ik denk van, oh... Ja, oké. Gewoon... Ja, steady. Ruimte voor verbetering. Ja. Yeah. Toch? Oké, netjes. Steady. En jij nou? Ja, toch? Ik denk een steady 7,8. Nee, gewoon een 7,5. Maar misschien toch wel iets meer richting de 8. Het gaat gewoon goed. Ik voel me goed. Lekker in je prime time. Nou, nog niet. Dat voel ik dus helemaal niet zo. Oh, maar als ik jouw video's zie met echt zo kleine Noah. Ja. En er dingetje doen. En dan al die video's erachteraan. Ik weet niet, dat is ook wel zo. Maar wat jij zegt, ik voel ook nogal dat er echt veel meer ruimte is voor verbetering. En nog veel grotere dingen. Alleen op dit moment ben ik blij met wat ik heb. En het gaat goed. Dus om dan te zeggen, dat kunnen ze, ja, weet ik niet. Wel gewoon een 7,5. Ja, netjes. Ja, ik denk ook een 7,5. Ik ben echt zeker niet waar ik wil zijn, zeg maar. Maar ik merk wel dat ik heel gelukkig ben met waar ik nu ben. Mm-hmm. En de weg daar naartoe, zeg maar. Daar ben ik ook heel erg blij dat het allemaal zo is gelopen. Ja, dat is het eigenlijk. Ja, dat is toch goed. Er is altijd ruimte voor verbetering, want ik wil nog zoveel eigenlijk in het leven. Mm-hmm. Maar ik denk gewoon dat we vaker stil moeten staan bij het feit van wat je nu hebt. En dat het oké is om hier nu te zijn. En dat je inderdaad wat Kies zegt. Ja. Je hoeft niet je te vergelijken met anderen waar de rest is. Ja. Want iedereen heeft zijn eigen weg, zijn eigen proces. Ja. En er is sowieso ruimte voor mentale groei ook. Zeker. Dat vind ik ook belangrijk. Altijd. Dat ook mee. Wat ik dus ook echt vind, het is nooit erg om hulp te zoeken. Nooit. Want sommige mensen voelen, al is het met een vriend, al is het een psycholoog. Ik vind dat die drempel ook veel lager mag zijn. Ja, het wordt zo erg als iets slechts gezien met deze psycholoog. Terwijl ik denk van, ik kijk je alleen maar schuin aan. Als altijd je, goed. Als ik zie van, jij hebt echt hulp nodig. En dat je helemaal in denial bent van, nee, I'm good. Dan kijk je raar aan. Dan weet je gewoon met van, weet je. Welke leeftijd je ook hebt, het is echt niet erg om professionele hulp te zoeken, betreft dat. Zeker niet. Zelfs als het goed gaat, ga lekker praten. Ja, wil je gewoon even lekker lullen. Dat is alleen maar goed. Ik denk dat heel fijn kan zijn. Maar het kan altijd ook altijd. Het kan altijd ook fijn zijn als het gewoon met je vrienden kan, natuurlijk. Ik denk dat je daar altijd eerst moet kijken. Vrienden, gewoon je omgeving. Of ons, je mag ons ook. Ja. Ons ook, ja. Stuur lekker een berichtje. Als je bijvoorbeeld niet met iemand uit je directe omgeving wil praten. Ja. Toch? Soms is het ook fijn om met iemand te praten die wat verder van de situatie afstaat. Ja. Dus niet zozeer meteen een beste vriendin, maar iemand die zeg maar een blanco perspectief heeft op een situatie. Ja, zeker. Dat kan ook wel helpen. Ja. So please do that. Please talk about your feelings. Ja. Hebben jullie nog tips hoe je dan zo'n gesprek aan moet gaan? Dus bijvoorbeeld met die kaartjes dan, wat ik zei, dat echt een goede gespreksopener is. Ja, Hoe doen jullie dat? Ik heb wel bijvoorbeeld laatst ook met een vriendin, weet je, dan hangt er eventjes iets in de lucht. En dan zijn we gewoon van, laten we even wat gaan eten. Laten we gewoon even kletsen, weet je. Helemaal niet dat je het zo zwaar belast. Want ik heb het gevoel dat heel vaak als mensen een gesprek willen starten, dat het meteen zo zwaar, we moeten echt praten. En dat het zo'n last heeft, weet je wel. Maar als je gewoon luchtig bent van, laten we gewoon even het uit de lucht helpen. Laten we even wat gaan eten. Weet je, dat creëert al een wat minder zwaar gevoel van gesprek. Ja. Dat je even wat gaat eten of even ergens een ijsje gaat halen samen, weet je wel. Dat het even... Iets luchtiger. Iets luchtig. En ik denk dat dat vaak wel helpt. Natuurlijk, als jij het fijner vindt om, zeg maar, gewoon apart in een kamer met z'n tweeën te praten, is natuurlijk helemaal prima. Ja, maar het heeft wel dan een zwaardere sfeer. Belading. Dus als je bijvoorbeeld een rondje gaat lopen in het park of ergens, dat helpt ook al. Dat je gewoon even bezig bent. Dat, weet je, dat vind ik altijd fijner dan wat jij zegt met z'n tweeën in een kamer. Je voelt het meestal ook wel gewoon aan of zo. Van, is dit moment om erover te kunnen praten? Ja. Mm-hmm. Ja.
Het is niet dat ik op een festival sta en dan denk ik... Hé, hey, wat moet je aan? Ik hou zo erg van jou. Ook dat mag. Als jij je comfortabel voelt op dat moment, dan doe dat lekker, joh. Moet ja. ik jou wat zeggen? Ja. Ik hou zo erg van jou. Ja. Ik voel me niet fijn. Mag. Ja. Ja. Goeie tips, meiden. Ja. Ja. Ik denk ook, laat dingen niet opbouwen. Zeg maar, heel vaak is het... Oh, ik zeg het wel niet. En oh, ik hou dit wel voor me. Maar oh, na 10 keer ik heb geen zin in gedoe. Maar juist daardoor ga je ergens langer mee zitten. Al is het maar zo'n klein dingetje. Wees gewoon van, yo, check even hoe je daarmee omgaat of hoe je daarop reageert. Like, want je weet maar nooit... Als je shit gaat opbouwen, het maakt het gewoon heftiger dan dat het is. Als je, het is veel minder heftig als je even zegt van, yo, I don't like that. Wat ik ook wel doe, dat is misschien ook nog een tip. Als je bijvoorbeeld even niet met mensen bent... Voice memo, echt gewoon lekker 3 minuten lang praten naar je vriendinnen. Groepsapp, gewoon tegen 1 iemand. Ja. Dat helpt ook echt heel erg. Of typen. Soms doe ik het ook in mijn notities typen. Dat kan ook. Ik heb wel, wat ik heb met typen... Ik zou inderdaad ook wel voor spraak memo gaan. Want ik heb met typen, het kan altijd nog... Ik hou van FaceTime. Een verkeerde interpretatie hebben van hoe je iets overbrengt. Dat kan zijn dat ik het zo bedoel. Maar misschien praat jij wel zo over de telefoon. Snap je? Dus inderdaad, FaceTime, I love that. Ja, FaceTime. En anders, als je de confrontatie letterlijk nog niet aan kan, gewoon spraakmemo. Ja. Je kan het berichtje negeren, je kan het uitstellen. Maar inderdaad, dat kan ook gewoon altijd nog. Dat is ook een goede tip. Wat is eigenlijk het laatste moment dat jullie dachten, oké, nou, ik ben nu echt gestrest? Ik weet één moment van mij, dat was vorig jaar... Nou, ik denk niet dat het het laatste moment is, maar wel wat me is bijgebleven. Mm-hmm. Wij hadden die interview op Rolling Loud. Mm-hmm. En dat was de eerste keer dat wij interviews gingen doen. Mm-hmm. En ik was daar zo erg hyped voor. Maar ik was zo overprikkeld van die dag. Ja. Omdat het gewoon... Ik was gewoon zo excited. Ik heb met zoveel mensen gesproken. Je bent ook heel erg alert. En op een gegeven moment, ik zit gewoon in de auto. En mijn vriend zegt opeens... Gaat het? Je bent zo stil. En ik begon gewoon te janken in één keer. Ik begon gewoon te janken, omdat ik dacht... Ja, ik ben gewoon zo moe. Ik ben echt moe. Maar ik vond het wel heel leuk. Maar ik ben wel moe. En op een gegeven moment kwam mijn schoonmoeder naar me toe... en die gaf me een knuffel. Maar ik had ervoor gehuild. Toen zegt ze, gaat het? Nee, moest ik weer huilen. Ja, nee, dan gaat het echt even. Ja. Maar dan kan ik wel in één keer gewoon lekker ranten... en gewoon zeggen van, ja, weet je... ik ben gewoon heel erg moe, want ik vond het wel leuk om te doen. En dan is het wel echt fijn. Dan is gelijk even dat ijs gebroken. Ik zeg niet dat je gelijk moet janken altijd, maar dat maar is het mijn lekker. Ding. Ik vind huilen heerlijk. Ja, ik ook wel. Maar dan is het echt alles eruit in één keer. Nee, ik heb inderdaad ook wel laatst... 2 maandjes geleden, denk ik, ook een moment gehad... dat het zeg maar alles even misging. Mm-hmm. Ik ging weer terug naar mama. Werk ging even niet zo goed. Op vriendschappelijk level zijn er een paar dingen heel anders gelopen dan gepland. Dus ik voelde me echt even goed eenzaam. Wat zeg maar dan ook het ding is van oké, ik voel me nu zo, maar ik moet blijven posten. En ik moet laten zien dat ik actief ben. Ja. En dat was vooral echt een breaking point dat ik dacht van... ik kan nu elk moment gewoon letterlijk uitbarsten... maar ik moet laten zien dat ik doorga. Mm. En ik denk dat dat ook wel echt een schakel voor mij was van... oké, hoe ga ik hiermee om? Maar hoe ga ik hier ook mee om met de mensen om mij heen? Snap je? En dat was inderdaad wel echt een moment waarin ik echt dacht van... wow, ik voel me zo erg... genaaid, zeg maar, op dingen die zijn gebeurd. Van, ik voel me zo genaaid en in de steek gelaten. Maar laat me niet vergeten de mensen die er nu wel voor me zijn. Mm-hmm. Die mij nu juist omhoog helpen van, yo, Ki, je bent zo goed bezig de laatste tijd. Zeg maar, dat kan mij ook een traantje laten vallen, hoor. Dat ik denk van, ik hoor even van Ki, ik zie echt wat je bezig bent. Ik doe het zo goed, denk ik, oh, guys. Maar, dus dat vind ik ook wel fijn om soms even te horen van... je doet het ook goed. En dat is natuurlijk ook fijn. Ik vind het ook fijn om het... ik wil niet altijd de zware lading geven... om het alleen maar te praten met mensen wanneer het slecht gaat. Maar ook wanneer je even een oppeppertje van... hey, je bent echt goed bezig, weet je wel. En gewoon even leuk. Ja, mooi, Ki. Ik vind dat wel een goeie inderdaad. Ja. Dat mensen elkaar ook vaak een complimentje moeten geven. Mm-hmm. Al is het gewoon een klein... oh, wat zitten je wimpers mooi. Ja. Snap je? Dat doet al... Ja, of van... oh, wat leuk dat je laatst zo'n gig had. Ja, dat is echt fucking leuk om te horen. Weet je wat ook leuk is? Wanneer iemand een compliment geeft bijvoorbeeld over je karakter. Dus niet over... Ja. Je outfit, maar gewoon dat je zegt van... wat ben je eigenlijk leuk of zo? Dan denk ik echt... Oh. Dat is zo leuk. Ja.
Ja, dat nee. Ja. Ik vind jullie heel erg leuk. Oh, ja, ik jou ook. Daarom ben ik ook graag met jullie. Oh. Laten we even een paar tips op een rijtje zetten. Van de hele aflevering. Kaartjes misschien als gesprekopener. Lekker rondje lopen. FaceTimen of een spraakmemo'tje sturen. Ja. Lekker, ga even ergens lekker wat eten. Schrijven. Journalen, ja. Journal. Ja. Gezellig even gewoon met je vrienden kan je echt heel veel kwijt. Praten, lucht op. Toch? Ja. Zeg niet dat ik niet gelijk heb. Nee, is zo. Oprecht. Ja. Ja. Vind ik ook. Nice, ik voel ladies. Me nu ook al helemaal. Voel je helemaal. Ja? Nou, omdat we zoveel gepraat hebben, vind ik wel. Ja. Nee. Ik hou van praten. Ja. Is dat te merken? Ja. Oké, nou meiden, ik vind het wel even goed hoor. Ja. Zullen we lekker afronden? Ja. Ja. Nou, vond je dit een leuke aflevering? Laat het even weten in de comments. En vergeet ons niet te volgen op Spotify, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok. Ik geloof dat ik alles wel heb gehad, ja. Toch? Film aan? Nee, dat was het. Oké, en dan zien we jullie volgende week bij een nieuwe aflevering. Doei! Doei. Doei. So what? So what? So what? So what? Zou iemand een zo?